Ik ben Ferdinand Borsje. Ik ben werkzaam bij COGAS als projectontwikkelaar hernieuwbare gassen. En dat is onder andere waterstof en biogas, groengas. Waar staan we hier? We staan nu in de haven bij COGAS waar we een waterstoftafel hebben. En deze waterstoftafel gebruiken we om te laten zien waar het verschil eigenlijk is tussen aardgas en waterstof. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Goed, we zijn al langer bezig met de hele energietransitie en iedereen weet we moeten van het aardgas af. En waterstof is één van de mogelijke vervangers. En om dan te laten zien waar ook de verschillen zijn tussen beide, hebben we deze tafel ontwikkeld. We hebben deze waterstoftafel met Kiwa ontwikkeld om het verschil te laten zien tussen aardgas aan de ene kant en waterstof aan de andere kant. En daarmee kunnen we laten zien waar de verschillen zijn tussen beide. Dus als je stel je thuis waterstof zou krijgen, dan kun je zien hoe dat werkt thuis. Nou is het natuurlijk het mooiste om deze tafel in werking te zien. Dat kan. Daarvoor zijn we hier. Ja. Hier hebben we een statief waar we de gas van kunnen laten zien. Dit is aardgas, eigenlijk wat je thuis ook allemaal hebt. En als we die aansteken zie je een hele mooie oranje vlam. Hetzelfde wat je thuis ziet als je het gas van huis aanzet. En als ik nu de waterstofvlam aansteek, dan hoor je al iets. En ook bij het aansteken hoor je al een knal. En dat is typisch voor waterstof. Je ziet gewoon dat hij brandt heel snel, waardoor je hem gewoon ook hoort. Je ziet ook qua vlam dat hij wat anders is. Om de waterstofvlam beter zichtbaar te maken als het droge weer is, hebben we speciale flessen hier. Eén is gewoon kraanwater. En als we daarmee spuiten, dan zie je dat de vlam gewoon beter zichtbaar wordt. Dan zie je dat er een mooi oranje wordt. We kunnen hem ook heel mooi een ander kleurtje geven, groen bijvoorbeeld, met kopersulfaat. En dan zie je dat de vlam mooi groen wordt en op die manier zichtbaar wordt. Of met een andere lithiumchloride is dit, wordt die heel mooi rood. En op die manier zou je dus ook een vlam veel zichtbaarder kunnen maken door iets toe te voegen aan het gas. Hier hebben we nog een andere manier om te laten zien wat de verschillen zijn tussen waterstof en aardgas. We laten hier de bubbeltjes erin. Vooral als we het aan kinderen laten zien, moet die zo groot mogelijk. Die vinden dat mooi. Hoe meer vlammen, hoe beter. Dus hier zie je echt een mooie rustige vlam. Ontbrandt heel rustig. En als we waterstof doen, we hebben hier twee fluitketels en twee gaspitten. En dan kunnen we laten zien hoe snel aardgas of hoe snel waterstof, en welke het van de twee sneller is, of even snel, of ander langzamer of sneller. Hier hebben we water in zitten, dat gaan we in de ketels doen. Allebei even vol, dan kunnen we laten zien welke het snelste gaat branden. Gaan we eens eerst aansteken en dan zul je zien dat er een paar verschillen zijn tussen de branders ook. En dan zul je zien dat het gewoon een normale aardgasvlam is, wat je ook gewoon thuis in de keuken hebt staan. Iets andere branden misschien, maar het is hetzelfde. Je ziet dat er gewoon de verbranding normaal is. En als je hier naar kijkt naar de waterstof, als we die aansteken. Het verbrandingsproduct van waterstof is water. En dat zul je ook zien. Er komt dan vocht op de pit. Je ziet dat die donkerder wordt. Dat is water wat eigenlijk vrijkomt bij de verbranding van het waterstof. Nu is het wachten tot ze gaan fluiten. Deze fluit ook al nou. Dus in principe fluiten ze allebei even snel. We hebben de werking van de waterstoftafel gezien. Wat is een volgende stap of wat kan een volgende stap zijn? Nou goed, de volgende stap is vooral de uitrol van waterstof in Nederland. Daarvoor wordt centraal al een backbone aangelegd. Die komt door heel Nederland te liggen en daar gaat waterstof erin. Dat zal vooral waterstof zijn die binnenkomt in Delfzijl bijvoorbeeld, in de haven of in Rotterdam. En een deel zal ook ter plekke geproduceerd worden in Nederland. En dat zal bijvoorbeeld kunnen met zonnepanelen, de energie die daarvan overblijft. Wordt waterstof de energiebron voor de toekomst? Niet de energiebron, het is een energiedrager. Dus dat is al een groot verschil. De energiebron is de elektriciteit of aardgas waar het van gemaakt wordt. Dus het is echt een energiedrager. En het is vooral voor de industrie zou het een goede mogelijkheid zijn. En daar wordt ook vooral naar gekeken in eerste instantie. Om vooral de industrie eigenlijk aan waterstof te krijgen. En dus van het aardgas af. Dankjewel.